Dag allemaal. Inmiddels ben ik weer 3 weken terug van Hongarije. Machtig mooie tijd gehad. En dan kom je thuis en ja, daar zit het weer niet echt mee. We staan nu in onze nieuwe steunsilo. De elementen staan er al. De vloer moeten we nog storten. En daarnaast moet ook nog de erfverharding storten in de nieuwe loods. In de loods wachten we nog even met storten, omdat de eerste schuur af moet worden gebouwd. En, ja, buiten hadden we toch een beetje haast mee, omdat het straks minder mooi weer wordt. En dan zijn de omstandigheden minder mooi om te storten. Hier ligt dubbel beton in, dubbel gaas en supporters. Dus we hopen dat het beton de komende tijd en de komende jaren mooi blijft en mooi stevig. Het is een hoop werk, daarvoor kijk je op. We hebben zelf plastic gelegd en de stenen. En de matten worden door andere mensen gelegd. Maar het is zwaar, heel zwaar fysiek werk. En ja, er moet een hoop gedaan worden nog. Dag allemaal. Inmiddels ben ik weer 3 weken terug van Hongarije. Macht een mooie tijd gehad. En dan kom je thuis en ja, daar zit het weer niet echt mee. We hebben hier in Groningen enorm veel water gehad en geen mooie periodes om te dorsen of om stro te persen. Ja, er is eigenlijk nog heel weinig gebeurd. Er ligt heel veel stro op het land. We moeten nu eind augustus ook nog dorsen. Nu ben ik tarweland aan het doelen waar we bel hebben kunnen persen, zodat we dat volgende week kunnen gaan ploegen. Maar het zit echt niet mee. En, ja, thuis op de boerderij hebben we vorige week zondag ruim 100 mm gehad. Dus ja, alles onder water, sloten vol, echt wel grote problemen. Dus dan weten jullie dat ook. Maar ze zeggen dat er volgende week droog weer aankomt. Dus ik hoop dat het droog weer komt, zodat we een slag kunnen maken. Maar dat is nog heel even afwachten. Goedemorgen allemaal, ik ben vandaag aan het rotorkop weggen. Dit stuk heb ik afgelopen week geploegd. Deze bewerken we nu, zeg maar. Rotorkop weggen we deze. En laten we hem even opdrogen en dan rotorkop weggen we nog een keer. Volgend jaar komen hier uien in. En hier in het Oldambt moet je je grond voor de winter eigenlijk zaaien klaar hebben liggen. Omdat je anders in het voorjaar op deze zware klei te laat aan het zaaien bent. Dus eet u nog een stukje. En ik heb trouwens een andere trekker bij me. Een hele mooie 27. Dus